Ah! I agree, mensen zijn verder. Aflevering. Ja, yeah, van Corekeeper. We hebben echt al 33 dagen niet meer gespeeld. Omdat Erik Jan alles bij Erik Jan kapot ging. Ja, klopt. Oh, ik heb gewoon mijn bug kapot gemaakt. L? Ik heb blijkbaar... dat is blijkbaar een ding. Je kan dus je kapotte pickaxe, kan je hier... Hey! Ja? Ik zeg je wat hoor. Kom eens! Ik wil jou niet laten zien! Ik ben alles een beetje kapot aan het maken. Kom gewoon hier, jezus man. Waar ben ik? Wacht even, denk je dat ik tijd heb? Ja. Kom maar even. Ja, dat... ja. Kijk, zie je nu twee... Ik deed het letterlijk de vorige aflevering. Zie je dat twee pickaxen? Je kan het dus salvagen. Ja. En dan krijg je spulletjes terug. Maar hoe maak ik een boog? Oké, basically, ik heb een beetje opgezocht wat je moet doen. En blijkbaar is het dus een map waarin biomes zitten natuurlijk. Maar hoe verder je mined, hoe meer biomes je vindt. Dus ik ga dat doen. Ik ga naar beneden toe en dan ga ik gewoon minen. Dat is ook best heel. Leuk, hè? Is het, anders dacht jij, is het... wel een seed of is het gewoon eenzelfde map? Voor mij is het gewoon dezelfde map. Altijd? Ja, ik denk niet exact hetzelfde, maar gewoon. Je snapt wat ik bedoel, toch? Nee. Ja, niet altijd met Minecraft dat je altijd maar één seed hebt, dat bedoel ik, hè? Nee, maar. Ik bedoel dat wel. Zoek het dan op! Als je me niet gelooft. Ik ben aan het filmen. Ik ga wel even verder met het huis. Want als ik film, dan zoek ik ook nooit dingen op. Dat is een beetje een heel raar iets. Ciao! Time flows by. Flows slowly. Ik ga door totdat ik Minecraft speel. Oké, ik heb dus een skill point. Hoe deed ik dat ook weer? Hier. Mining. Ja, doe die maar. Zo. Zo. Ik heb iets gevonden volgens mij. Kijk eens, wat tof. Oh, dat is echt brave, man. Echt brave. Heden we dat hier ook nog? Turf wall. Ja, ja, wanneer gaan wij achievement hebben? Heeft het spel wel achievements? Nee. Precies. Volgens mij niet. Maar wanneer gaan wij achievement hebben? Dat is mijn vraag. Nee, niet. Dat voegen we vast nog wel een keertje toe. Saaswoitsel? Weet ik niet. Dat voegen we vast nog wel een keertje toe. Saaswoitsel. I agree. Zo. Laat ik diegene met de deur maar als eerste doen. Ik ben blij dat jij filmt, wat ik nu doe is echt geen zak aan. Ik ben aan het bouwen. Ik ben nog iets saai, ik ben letterlijk alleen maar aan het minen, gewoon naar beneden aan het minen. Oh. Boom. Boom. Audio. Even iets zachter, crazy boy. You can play the honky tonk like anything. Zo. En dan weer ik heb play the honky tonk like anything. Hoe fucking groot is deze shit? Ik wil gewoon even een nieuwe biome vinden. Armor krijgen en dan die boss kunnen. Ik wil die boss verslaan. We kunnen al like een beetje armor krijgen, maar ik weet niet wat goed is. Dit is wood armor. Jee, ik denk niet dat dat goed is voor een eerste boss al. Wacht. Corekeeper map. Afbeeldingen. Oh. Ja, het ziet er allemaal best wel hetzelfde uit. Ach, hoe groot is dit stuk? Mike. Oh. Weet jij wat we moeten doen met dat grote ding in het midden, Rick? Nee. Biome. Ga ik gewoon opzoeken. Corekeeper map biome. Hoe ver moet ik blok bouwen daarvoor? Wat is een torch? 65. Sorry, torch.
Donder... Nee. Noem je me nou echt een torch? Wauw. Gelijk mijn religie weer erbij halen. De clay caves, die wil ik hebben, maar hoe kom je daar? En het huis is, I guess, dan nu klaar, want het heeft een muur. Tof! Het heeft geen dak. Je kan blijkbaar ook vissen. Ik ga kijken of die bos er nog is. Corekeeper, clay, kavers. How to find! Hallo. Nee, jongen, kom dan! Forest Crack City. Die neem ik mee, dank u. Oh, ik wil een slingshot maken, dat lijkt me echt epic. Maar ik weet niet hoe ver zo'n biome is. Kom dan. Dood. Kom dan. Dood. Kom dan. Dood. Zo. Dit. Sandwall. Die bos is daar. Terugtrekken. Trekken. Dat is best wel grappig. Wat is dit? We gaan dit natuurlijk doen. Dan ben je nooit geweest. What the fuck, de mind daar iets. Naar mij toe. Volg het mij. Ik had er eigenlijk wel wat is dat? Nee, dat kan niet zijn dat jij dat bent. What the fuck zijn dat? Kom naar beneden, kom naar beneden, kom naar beneden. Vanuit het huis? Vanaf huis, ja. Ik kom aan. Het duurt wel even voordat je er bent hoor, maar. Oh! Oh no, ze zijn slim! Oh! Ik kom eraan. Ze one-shotten mij met een fireball. What the fuck? Het waren een soort shaman-achtig bitches. Maar ze one-shotten mij. Voor mij zit ik in de nieuwe biome. Ha, gelopo, joh, gaat dat mee, joh. Ben je dood? Oh, je bent dood. Ja. Ze hebben me one-shot, maar ik overleef het. Hoe werkt dat dan, Erigan? Nee, ik niet. Ik kan gek. Gekke Erigan. Ja, gek. Gekke bo. Oh, shit, je bent wel ver gemaakt, ja. Oh, ja. Ik zie ze, ja. Doei. Oh! 1,5 meter afstand! Oké. Okay. Ik rende al weg, maar alsnog die fireball gaat. Oh! Wacht, ik heb een idee. Oh ja, kut, want dan ben ik natuurlijk. Ze kunnen minen! Oh! Ik heb een blok neergezet. Kom dan, ik ga je doodmaken. Ja, mijn inventory ligt daar dus nu. Dus. Ik kom erin. Ja, daarom ben ik er ook heen gegaan. Dan moeten we gewoon. Ik probeer hem te killen. Ik doe mijn best, Eric Chan. Kom hier dan. Mind dit blok dan. Ik kom wel aan, ik kom wel. Nee, ik heb het niet tegen jou, ik heb het tegen die gast. Dit ben ik, ja, dit was ik. Oh! Heb ik een spulletje weg? Ja, ik heb een spulletje. Blok weghalen, kom op, go. Go! Nee. Ik heb hem damage gedaan. Val hem gewoon aan, we gaan toch wel heel vaak dood, boeien. Yep. Misschien armor maken? Nee, boog moet ik hebben. Maar ik weet niet hoe ik een boog maak. Kan jij even op zoek een boog gemaakt worden? Kan ik even spelen? Nee, even niet. Want ik ga even tegen iemand vechten. Bruh, gast. Je hebt 26 schermen. Je kan toch gewoon even kijken. Bij mij, ik hoef per se de telefoon erbij te pakken wat echt moeite is. Jij kan letterlijk gewoon even al tabben. Ook al zien mensen niks boeien. Zien ze bij Survival City ook niet als ik... Dood! Fuck! Fuck jou, Erik Jan! Fuck jou! Je bent dom. Dom hoor. Legendary bow. Nee, gewoon een normale houten boog. Fuck al mijn cookies. Lekker. Works. Kom dan. Jij moet niet denken dat jij bang voor mij bent. Oh. Nee. Ja. Niet. Oh. Volgens mij. Kom ik dan aan een range wapen? Drop, geloof ik. Bob? Slingshot kan je wel maken, maar geen bow. Ja, nee, maar hoe kom je daar voorbij die gasten? Want er is er niet één van die gasten. Hè? Er zijn er echt een stuk of zes. Met een iron anvil kun je een iron bow maken.
Ja, hoe kom je aan iron dan? Bow, een iron bow en een octarine bow kun je maken. Nee, dat vroeg ik niet. Maar normaal... Hoe kom je aan iron? Ik denk andere buis. Ik heb meer damage. 5% increased damage for being well fed. En increased max health. Fuck die shit. Ik ga boom, boom, boom. Ik heb 50 damage gedaan in plaats van 40. Kan je even helpen of ga je gewoon niks doen? Ik moest nog opzoeken van jou. Wat wil je dat ik... What the fuck? Je hebt het toch al opgezocht. Ja, maar ik heb werkelijk dat ik dacht, 6 miljoen jaar. Omdat het wel verrassend zwaar is. Ctrl-W, Alt-Tab, done. Zoals mijn laptop kan dat. En boom, boom, boom. 2 keer geraakt. Gaat deze gast ooit dood? Wat zijn er voor monsters? Ik wil weten wat dat zijn. Wacht even. Corekeeper. Enemies. Enemies. Blue Slime Shrewman. Damn, ik heb 109 damage gedaan ofzo. Of oh, die paddenstoelgast heet Shrewman blijkbaar. Caveling is het volgens mij. En een caveling, hoeveel HP heeft hij? 445, dus ik moet nog een 26.000 keer raken en dan heb ik hem met de... Hij heeft wel kans om om tin pickaxe te droppen en shit. Dus ze hebben een kleine... Ze hebben een lage kans... Als dan niet... Nou, ik vind het niet leuk, jongen, kinderman. Heel irritant hoe ik telkens pokken moet lopen. Fuck jou, Erik. Geen idee altijd. Kut. Lelijk ideekaart heb jij. Nou. Gast. Hoe gaat deze gast ooit dood? Mag ik die? Ja hoor. Want ik ben boogman. Ze noemen mij ook wel. Rick. Ja. Ik kan het zeggen. Oh, we hebben al iron, gold en tin. What the fuck? Hij is dood. Oh, heeft hij wat gedropt? 1 copper oor. Ah, toch een kopper. Anka, Eric Jammin, blijf daar. Ik ga hem spullen halen hoor. Oh ja. Ja, maar jij denkt alleen maar aan je eigen spullen. Ik heb mijn spullen weer. Ik heb een boog voor je, in ieder geval. Ja, maar Eric Jammin. Ik wil even dat je blijft, zodat wij, als ik ze snipe... Hoog. Dat je dan even kan zien hoe, of zij een beetje... dingen gaan looten of niet. Grafstenen verzamelen. Nee, grafsteen. Okay. Is dit? Oh, ja, daar is hij. Oh, dat is de shaman. Dat is de baas van iedereen, volgens mij. Ik zag er wat aan. Boom, 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 boom. Ga even, oh! Hoeveel HP heeft dat ding? Even. Dat object. Caveling shaman heet hij. Hij heeft minder HP. What the fuck? Hij heeft 350. Waarschijnlijk omdat hij meer damage doet. Oké. Okay. Maar voor mij dropt hij... Oh, hij dropt goede shit. Ik kom eraan. Ik kom eraan, broski. You are my broski. Wat? Dat is helemaal niet cringe. Hallo, Corgi. Hallo, jongen, zo dikkertje. Nou, dat valt wel mee. Hoe ver gaan die pijlen? Ze zijn wel redelijk ver. Raak ik hem? Ja. Oké, dan wacht ik hier gewoon. Oh! Ik blijf gewoon schieten. Hij is vanzelf al een keer dood. Hij is dood! Wat is er gedropt? Oh, er is nog zo'n man. Maar hij is niet ranged. Ik ben hem aan het ownen. Ik heb hem dood, lid. Ben je lid? Oké, ik heb gekregen stone moss en earplate. Oké, hebben we daar wat aan? Weet ik niet. Denk jij dat ik Corekeeper ken? Ja. Is die gast even van mij of van jou? Weet ik veel. Maakt niet uit. Oké. Dat is mijn. Weg. Nou, die kan ik makkelijk killen, man. Boom! Bitch! Oh! 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 Ik heb ingedrukt. Heeft hij gedropt? Een fiber. Oh, voor mij heb je daar. Voor mij hadden we ergens fiber voor nodig. Dus. Oh, copper is hier. Ik denk. Oké, ik heb alles. Pas op.
Maar wat is er dan? Ik zag rode oogjes. Ik zie geen rode. Voor mij is dit een nieuwe biome. Wacht. Oh shit. Nee, dit is geen nieuwe biome. Zo, oké. Okay. Oh! Ja, dat bedoel ik dus. Meneer de mevrouw, wat doet hij nou? Bitch! Oh. Dood. Zo'n boog is een beetje overpowered. Oh, zijn ogen zijn weg. Oh, do. Meneer, weg. Groenland is een land. En ik heb het overgenomen in Civ. Vandaag. Te makkelijk. Was dat alles? Ik ga het eens anders hier naartoe. Ik was nog even... Je gaat niet verder met mijn avontuur. Ja, want ik was een pad aan het maken. Nou, ook een andere biome. Ik heb een andere biome gevonden trouwens. Hier is gewoon een andere biome volgens mij. Dan zetten we naar het huis, dames en heren. Want daar was ik vorige aflevering ook mee bezig. Daarvoor zocht ik toen hout. Schrok het huis, jongen. Kijk dit avontuur. Nee, het was een beetje bij de brug. Naar een andere biome. Maar waarom wil je gewoon niet even met mij dit kennen? Gewoon mee. Gewoon mee. Kijk hoe we zo'n boog repareren. Waarom gaan die gasten nou niet dood? Tot de hele tijd te schieten, gebeurt helemaal niks. Waarom dood? Oh, er zijn meerdere shaman. Zo. Wat is dit? Een bompepper. Oké. Okay. Oh, die zijn goed. Dat zijn die bommen die we toen gebruikten. Boom. Oké! Okay. Kan ik mijn boogdingetjes upgraden? Nee. Oké, okay, Regen. Nee, achter mij, want ik ga een banning doen. Hier is er een. Of ga er rechtop af! Oké, okay, what the fuck, gast? Ga achter mij. Oké, okay, ik ga rechtop. Overleef je niet, Regen, man. Ja, je kan wel langs mij lopen zodat hij achter mij aangaat, maar dat gaat echt niet werken hoor. We proberen deze deur gewoon te ontwijken. Nail dit. Jongens, ga nou eens dood. Het duurt te lang. Oké, dit werkt. Mening hebben. Shit. Wat is er echt? Boosgevat. Ik heb een bom. Ja, gooi een bom op hun. Dan gooi je een bom. Geef maar mij. Oh, ik heb een bom. Wacht even maar, ik heb er gewoon een. Ha! What the fuck, heeft de bom gedefused? Ren! Oké, okay, blijf maar staan. Doe je, okay. Rian! Hij zag ons volgens mij sowieso niet, maar... Misschien moeten we wel even armor maken. Nee. Maar we zouden armor nodig hebben, wat denk jij? Waar heb jij armor voor nodig? Waarom de fa- gast? Wat? Nee, ik plaats een muur. Ik plaats helemaal geen muur! Ik ben bijna bij base, hoe de fuck wil ik muren plaatsen? Weirder. Anyway, we gaan dit storen. Dit gaan we storen. Als ik je niet stoor, dan gaan we dit storen. Door dicht, doei doei. Grafsteen mag daarin. Waarom heb ik überhaupt een grafsteen? Bengalit. Echt? Ik heb trouwens 103 AP. Ik weet niet hoe ik daaraan kom, maar ik vind het helemaal prima. Ik heb 102 AP. Oké. Okay. Ik heb meer! Ha! Oké, okay, hoe repareer ik jou? Als ik het zo doe... Reinforce repair. Oké, okay, ik weet niet hoe dit gebeurd is, maar ik heb hem gerepareerd. Oké, okay, let's continue. Moeten we niet armor maken? Nee. Ik ben nog even dit hier aan het afronden. Waarom wil je geen armor maken, dan? Omdat we toch one-shot worden. Als het, denk je dat die 3 defense, die het waarschijnlijk geeft, niet op one-shot gaat? Maar we hebben het nooit gemaakt. Nou, ik bedoel, maak het geeft ons plus 8 health, plus 4 armor, like... Hij deed 130 damage. Ik denk niet dat gaat helpen, maar je mag het maken. I don't know, ik zeg het... Ik ben sowieso al de hele tijd race aan het doen, dus ik word toch niet geraakt. Dus ik weet niet waar jij... jouw rijbewijs heb. Ja, ik word nu niet geraakt, gewoon omdat ik range aan het schieten ben. De boog is nog kapot. Nee, ik heb hem al lang gerepareerd. Wow.
Nou, hey, mond houden. Niet zo boos tegen Bowie. Hij is gewoon een beetje dik. Die ding heb ik zoveel HP, Jesus. Valt mij ook op dat dat het personage soms naar links kijkt en soms naar rechts kijkt. Zou dat iets betekenen? Nee. Betekent niet. Waarom gaat die gast niet dood? Weet je hoe lang ik hem al schiet? Die lip hebben me 50. Ja, je kan wel achter me aanrennen, maar dat gaat toch niet. Hij gaat niet dood! Hé? Nu wel. Waar staat hier nou weer een blok? Ja, komt er weer zo'n gast hoor. Oké, we zijn echt heel gefucked. Oh lord. Doei. Kom maar, kom. Hoi! Doei! Die sterft. Hij gaat vuur gooien, pas op. Was dat alles? Te makkelijk. Volgende. Wat van die gasten zijn... Oh, oh mijn god. Er zijn heel veel van deze mensen hier. Ja, ik word er een beetje moe van. Maar is gewoon even voor een dood. Hier, 122 damage. Dan gaat Armor gaat het niet meer helpen. Moeten wij niet eerst die andere boss fight verslaan? Dan unlocken we misschien iets waardoor we sterker worden. Waardoor we hier, daardoor naar de volgende bind door kunnen. Nou, laten we de boss dan pakken, I guess. Ja, I mean, zit daar niet een vorm van logica achter? Nee. Ik zeg op niks meer, man. Alles wat ik zeg kun je weer zo... Ja! Oh. Ja! Hm? Ik weet niet van ding, ja, het. Kijk, ik ga zo pizza maken. Oké. Okay. Ik was zin in. Seems power down. Offhand slot. Backslot, ringslot. Dit doet. Aha. Dus ik heb additional ores. Oh, nice. Okay, cool. Wat is dit? Oké, wat kun je daar nu mee? Paardenkont. Hallo Googie. Wat een goor woord is blubber trouwens. Als je erover nadenkt. Ah, die blubber is wel best wel goor. Nee, het woord alleen is goor. Ik heb zorg dat ik skills heb. Hè? Ik heb net wel zorg dat ik skills heb die ik nog niet heb gebruikt bij heel veel categorieën. Oh. Shuffle. Ik ga eerst mijn shuffle niet gebruiken om slime weg te halen. Ga even kijken. Niet boos worden, meneer. Go, 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 go. Waarom heb ik nu alle grafstenen weggehaald? Ja. Ik ga hem schieten totdat de boog kapot is en was dit de aflevering. Moet ik even eten maken.
Oké. Nee, waarom zijn jullie pickaxe, idiot? Nee, dit doet niks. Oké. Fuck you then. Ik heb zojuist 40 damage gedaan en hij deed niks. Lol. Het is best wel easy. Als je weet wat je doet, is het best wel easy. Nee. Je moet gewoon weglopen, één keer slaan, weglopen, één keer slaan. Dat werkt. Man. Mijn gast. Die muziek start ik de hele tijd als hij op me afspringt. Gewoon... Oké, ik ben dood. Maakt niet uit, ik heb echt fucking veel hits gehaald. Huts. Corrie, hallo Corrie. Kijk, ik ga even mijn spullen pakken en houden mee op. Erik-Jan, woord van de dag voor deze kokkeeper aflevering. Slijm. Oké, ja, ja, prima woord. Prima woord. Maar waar zijn mijn spullen? Ah, ik had geen spullen bij me, maar wel. Ik weet het niet meer. Bij het. Nou, dit was de aflevering. Doei! Doei! Nog even hoor. Trouwens. Wat? Heel even wat dingen doen. Even dit in de furnace doen, dan, vind ik, dan sluit ik hem af. Ah, wacht. Oké, doei! Bye!